Logistiek verbetert alleen maar als de planners betere beslissingen gaan nemen. En daar zit echt de toekomstige unique selling point van logistiek. Wat we zien is dat steden steeds voller worden. We vinden steden geweldig aantrekkelijk om te wonen. Het nadeel daarvan is dat we op die steeds vollere stad moeten gaan nadenken over andere manieren om ruimte te delen. Nou, Nederlanders zijn niet alleen opportunistisch, we zijn natuurlijk wel slim, maar Nederlanders zijn dus geen andere in staat om ook met anderen aan tafel te zitten, om te kijken hoe kunnen we die win-win maken met elkaar, hoe kunnen we die voordelen met elkaar verdelen. Dus we moeten wel op onze hoede blijven. Die vaardigheid vandaag van het kunnen verbinden, zou op termijn wel eens overgenomen kunnen worden door systemen die verbinding gaan regelen. Het gaat niet om kosten, het gaat om geld verdienen, winst maken met logistiek in de toekomst.